Jong Feyenoord in die cruciale wedstrijd in de Premier League International Cup. Feyenoord met een ijzersterke opstelling, want het weet, als het wint is het door naar de kwartfinales van dit toernooi. Hetzelfde geldt voor Leicester City. Op het spel staat een ticket als de beste nummers 2 al geplaatst voor de knock-out fase van het toernooi zijn Southampton, Reading, Tottenham Hotspur, Villarreal en Manchester United. Nu combineren, maar die valt tussen Kukçu en Vente. Weerman daar omspeelt en dan kan Leicester City gevaarlijk worden. Maar wat een redding zeg van Joris Delle. Fantastisch gedaan op die inzet van Admiral Muske. Dus Leicester City bouwt aan een aanval met Johnson. Komt die bal ook voor? Daar wordt Haps, nee, wie is het, even uitgekapt. Het is Lewis die wordt uitgekapt. En dan is het een strafschop. En kan Leicester City onder 23 op voorsprong komen. Het is weer Muskwe die achter de bal gaat staan. Die eerder al van een soortgelijke positie stuitte op de voeten van Joris Delle. Nu weer Delle. Weer Delle. Wat een fantastische redding zeg. Joris Delle. Red Feyenoord weer. Fantastisch gedaan Joris Delle. Binnen een aantal minuten houdt hij Feyenoord op de been. En twee keer is het de inzet van Admiral Muskwe. Die hij tegenhoudt. Fantastisch gedaan, zegt Joris Delle. Wouter Burger, goed gedaan, zegt naar Kukçu. Kukçu komt hij tot een schot met zijn linker en die gaat maar net naast. Maar die bal wordt wel getoucheerd door een Leicester City-speler. Dus opnieuw een hoekschop. Met weer die luchtmacht aanwezig natuurlijk. Lucherel Geertruida, Noah Lewis, Wouter Burger. Kijken of die bal daar kan komen. Gaat richting tweede paal. Weerman die kan voorgeven en dan is het raak. Dan is het raak. Uitstekende hoekschop. Al zoveel vaker gevaarlijk voor Jong Feyenoord. Het is Weerman die terug ligt. En het is uiteindelijk Dylan Vente die hem inkopt. Uitstekend gedaan van Jong Feyenoord. Nu hun mannen weer naar voren sturen. Ze willen die ballen hoog hebben. Om het daar de luchtmacht van Feyenoord moeilijk te maken. Maar in plaats daarvan is Feyenoord er nu vandoor. Het is Dylan Vente voor zijn tweede. En een redding van Victor Johansson. Grote kans voor Dylan Vente die daar ontsnapt. En het is geen makkelijke kans hoor, maar het is er zeker wel één. Dylan Vente daar dichtbij zijn tweede van de wedstrijd en een 0-2 voor Jong Feyenoord. Callum Wright achter de bal. Bal voor en dit is gevaarlijk en sterker nog, het is 1 tegen 1. Het is Josh Knight. Met zijn tweede doelpunt in de Premier League International Cup. En dan staat het gelijk. De bal blijft in het midden hangen. En uiteindelijk krijgt Feyenoord het voordeel van de twijfel. En mag die vrije trap nemen. Kukçu, een uitstekende bal op Joel Zwarts. Op snelheid. Oekolumba in de achtervolging. Zwarts haalt uit. En die gaat over het doel van Victor Johansson. Als Feyenoord daar goed druk aan het zetten is. En daar het balbezit kan overnemen. Bal bij Dylan Vente. Krijgt hij die bal nog bij. Kukçu die kan gaan schieten. Oh, en wat een redding zeg van Victor Johansson. Dit was de kans voor Feyenoord op een nieuwe voorsprong. Een Rijt die de positie weer inneemt. En dat is maar goed ook, want het werd gevaarlijk. En dit kan ook gevaarlijk worden. Het kan zeker gevaarlijk worden, want het is 2-1. Het is 2-1. En een voorsprong wat ertoe leidt dat Feyenoord is uitgeschakeld in het toernooi. En het wordt hier zelfs 3-1. Het wordt hier zelfs 3-1 en dan is het helemaal klaar. Op Holmes Park, Feyenoord uitgeschakeld in de Premier League International Cup. En dan gaan de mannen, vervelende mannen in het blauw, door naar de kwartfinale.